goed Banjo Town. Hier ben ik, heb een nieuwe kapsel. Op Banjo Town, het is 11:30 s'nachts. Laten we snel beginnen naar de top 5. Eerlijk is eerlijk, ik heb geen idee meer wat ik precies in de top 5 had gedaan. Want ik had hem opgenomen vanmiddag en er ging van alles fout. En uiteindelijk, mijn computer had zoiets van... Weet je Banjo, die top 5 van jou, die past perfect in de prullenbak. Dus we hebben dat geprobeerd en daar ligt hij nu en ik kan hem nu weer terugkrijgen. Dus vandaar om 11:30 s'nachts ga ik nog opnemen voor Banjo Town en ik moet het nog monteren. Ik heb mijn jas aan, want ik kom net thuis met mijn korte haar. Dat hoort er gewoon bij. Op nummer 5 stond, geloof ik, Mine Z. Kijk even mee. Oh, godverdomme. Snel hier naar binnen. Kist, ergens een kist. Nee, zombie gaat dood. Alsjeblieft, geef me vlees. Hij geeft me geen vlees. Hallo? You got food, please? Kom op, geef me food. Oké, fuck jou, jongen. Ik drink al mijn water op. You bitch! Oh, hij geeft me wat! Oh, hij geeft me wat! Jongens! Oh! Thank you! Thank you so much. Oh. En van de nummer 5 kunnen we direct doorgaan naar de nummer 4. En deze keer. Ik heb de vorige week lopen trollen over Jordi. Dat Jordi niet in de top 5 zat en zo. En gek genoeg, nog nooit heb ik zoveel groene duimpjes gekregen. Dus nu doe ik Jordi wel weer in de top 5. En we zien wel wat er gebeurt met Assassin's Creed 1. Moet ik hier nog iets extra aan toevoegen? Of was dat eigenlijk het moment dat ik had moeten knippen naar Assassin's Creed 1, de power-up van Jordi? Ik heb niet eens gezegd dat het power-up was. Dus bij deze, dit is een power-up. Kijk mee. Sowieso, ga het spel spelen. Koop het. Het is echt maar iets van 5 euro momenteel. En ik kijk die kant op omdat het spel nu daar in mijn bed ligt. Maar nee, het spel is momenteel nog maar 5 euro. En zo... Zo duur is dat niet. Dat wou ik zeggen. En van de nummer 4 gaan we direct door naar de nummer. Welk nummer komt er op onder 4? Precies 2! Nee, natuurlijk niet. Nummer 3. En de nummer 3 van deze week is geworden... De weekendshow van Vincent. De DVD-tip. En de DVD-tip die ik jullie ga geven... Nog helemaal vers in het verpakkingje. Even eraf halen, dat is wel zo netjes. Ik heb hem wel gezien hoor. Zo. Als het nieuw is, ruikt het heerlijk. Sorry. En van de nummer 3 knallen we direct door naar de nummer 2. Je dacht even bij Spardo, maar ik stond hieronder. Ja, ik sprong omhoog. In ieder geval, het was zeker weten de onthulling van Aftermath. Het leuke is eigenlijk in deze hele top 5. Ik weet wel welke 5 video's erin stonden, maar ik weet niet meer de volgorde. Volgens mij stond Aftermath in mijn vorige top 5 op nummer 4 of zo. Maar alsnog, Project Aftermath, het grote Banjo Town project. Oké, ja. De armor voor de diamond is nog niet goed. Thomas, kijk eens. Dat... Kijk. Niet schieten. Thomas, kijk, heel even. Ah, kut. Kak hem op, Thomas. Bam! Raak. Stop met vechten. Stop kinderadoptie. Kijk, ja, Thomas gaat erbij toe. Oké, kun je even ons healen? Thomas, hou op. Ja, het goed. Oké, dat armor. Nee, stop nou! Bardo, nu stoppen! Iedereen stoppen, nu! Okay, anders stop. Ben ik. Oh, degene die nu elkaar staat, ben ik. Oké. Ja? Oké. Het gaat echt gebeuren, iemand gaat lukken. Iemand wordt geband, ik weet het echt. Het wordt Jordi. Nee. Ja, Thomas! Nee. Ja, doe je! Yes! Woo! I love you, Jordi! Kutzo, ja, nee, ik kan niet meer erom. Nee, dat... Ah, hé, hey, wat... Oké, Thomas, kom maar terug. Bardo is vervelend. Kom op. Jordi! Jij staat mee. En van de nummer 2 gaan we door naar de nummer 1. Nu heb ik in één keer al het recht om er wat over te zeggen, wat de nummer 1 is geworden deze week. Het gekke is dat degene die nummer 1 is geworden deze week, is nooit... Oeh, schrok me de tyfus. Maar is het nooit nummer 1 geweest deze week. Niet die deuren slaan hier, het is 11:30 s'nachts, ik heb mensen wakker gemaakt bij deze. Maar hij is nog nooit eerder naar mij geweest, het is namelijk Rick met Rick's avonturen. En de salade is op, je moet gewoon even goed naar de situatie kijken, de salade is op. Nope. Zo droog, of ik de vuilnisbak buiten wil zetten, vraagt Cleopatra, want dat was de vrouw van Caesar als ik me niet vergis. Nope.
Dit is heel origineel, het is altijd een leeuw. Ik sta boven, ik vraag me, wat gaat hier weer gebeuren? Laten we eens eventjes gaan voor, nee. Oh, daar springt hij niet van de duikplank af. Wat een... Wauw, wat een mooie game. En deze mannen blijven al mijn wasroze gewassen. Dat vind ik niet zo leuk, meneer. Hoppakee. En ik sta in de lift en geef deze man een duimpje omhoog, omlaag, omlaag. En dan gaat de lift omlaag. Ah. Oh. Meneer Cesar, neemt u dit mooie hoedje aan? Er ligt trouwens een Mario pet, alleen met een C erop. Waarschijnlijk tegen copyright en dan... Haha! En dat was eigenlijk wel de top 5 voor deze week. Ja, ik heb dit snel opgenomen. Ik heb geen idee wat mijn top 5 oorspronkelijk de volgorde was. Ik weet wel dat deze video's erin zaten. Maar bij deze, Rick, woe, je bent eindelijk weer mee geworden. Gefeliciteerd. Nu kan je dat op je Facebook zetten en dan dingen doen en zo. Ja, ik moet erg slapen. Ik sta hier echt half slaapdronken, want ik heb een lange dag. Ik wil naar bed, ik wil slapen. Maar eerst dit monteren en online gooien. Voel, wat is YouTube toch een leuk leven. Gasten, heel erg bedankt voor het kijken. Ik sta in één keer hier heel raar bij met mijn armen zo. Maar toch, bedankt voor het kijken. Deel deze video met al je vrienden. Abonneren kan hier beneden. Groen duimpje kan hier beneden. Doe ook even de groet aan je vader. Ik dronk gisteren een biertje met hem. En je vader is een hele aardige man. En ja, er zullen vast mensen zijn zonder vader. Dus voor al die mensen, doe het goed aan je moeder. Doe anders desnoods de groet aan de spiegel, aan jezelf. Hè, dan heb jij wat aandacht. Ik vertel nu weer heel veel onzin. Ik hoor het niet te doen. Gasten, bedankt voor het kijken. En ik check jullie later.